meeste mensen zijn zich wel bewust van de effecten van stress op het lichaam. Hoofdpijn, maagklachten en vermoeidheid. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, hoe zit het met de invloed van stress op onze hersenen? Ik ga je laten zien wat er gebeurt met onze hersenen als we stress ervaren en hoe we ermee om kunnen gaan. Op het moment dat we gestrest zijn, is er een fysieke prikkel die meteen effect heeft op onze hersenen en daarmee ons vermogen belemmert om te focussen en te concentreren. Deze respons vermindert het vermogen om ons te verbinden met vrienden en collega's en verzwakt zo onze sociale banden. Je herinnert je misschien nog wel van de biologieles op school dat hersencellen neurotransmitters gebruiken om met elkaar te communiceren. Onder stress komt het hormoon cortisol vrij, die het goed functioneren van deze neurotransmitters verstoort en het zo voor hersencellen moeilijker maakt om nog met elkaar te praten. Dit niet meer helder kunnen denken is de reden waarom we soms paniekerig reageren op een stressvolle situatie of een crisis. Cortisol veroorzaakt zelfs ook een chemische reactie waardoor hersencellen afsterven. Daarnaast triggert cortisol de vlucht- of vechtreactie. Die maakt dat de glucose in ons bloed en onze energie meteen naar de spieren in ons lichaam wordt getransporteerd, zodat we daadwerkelijk kunnen vluchten of vechten. Dit kan ons leven redden als we direct in gevaar zijn, maar in het dagelijks leven creëert stress een energiecrisis in onze hersenen, wat ons ervan weerhoudt om nieuwe reacties te leren. Gelukkig kunnen deze effecten worden teruggedraaid als de stress vermindert. Als je weet hoe stress de hersens en onze mind beïnvloedt, zou je kunnen denken dat de oplossing simpel is. Om de mind te vertellen dat hij gewoon moet ontspannen en zich niet druk moet maken. Helaas laat de mind zich niet zo eenvoudig vertellen wat hij moet doen. Bijvoorbeeld, de mind vertellen dat het moet gaan slapen leidt meestal tot weinig of helemaal geen slaap. Onderzoek op de Universiteit van Harvard heeft aangetoond dat de mind forceren om iets te doen, bijvoorbeeld te ontspannen, gewoon niet werkt. De oplossing om effectief met stress om te gaan en de geest tot rust te brengen ligt eigenlijk in iets simpels, namelijk ademen. Want er is een direct verband tussen adem en emoties. Europese onderzoekers maakten een studie van mensen die keken naar films die angst, verdriet of geluk opriepen. Ze ontdekten dat elke emotie een specifiek ademritme opriep. Ze kwamen er ook achter dat als andersom mensen in die specifieke ritmes ademden, emoties daardoor werden opgeroepen. Dat toonde aan dat we onze emoties kunnen beïnvloeden door onze adem. Dus in plaats van overmand te worden door emoties, kunnen we deze transformeren door specifieke ademtechnieken. Verschillende onafhankelijke onderzoeken hebben recentelijk aangetoond dat de Sudarshan Kriya, oftewel sky-ademhaling, een effectieve stressmanagement tool is. Psychiaters van het Indiase Psychiatrische Gezondheidsinstituut hebben aangetoond dat bij beoefenaars van de sky-ademhaling het niveau van het cortisolhormoon lager is. Zweeds onderzoek toont aan dat sky significant de stress, angst en depressies verminderen waarmee we in het dagelijks leven te maken hebben. Het is net zo effectief als antidepressiva, is vrij van bijwerkingen en stukken goedkoper. Door sky kunnen we ook beter excelleren. Het stimuleert de hersenactiviteit en gepubliceerd onderzoek heeft aangetoond dat door sky de beta-hersenactiviteit significant toeneemt, wat geassocieerd wordt met verhoogd bewustzijn en toegenomen focus. Wereldwijde gepubliceerde studies hebben aangetoond dat sky stress significant vermindert, de hersenactiviteit verbetert, het vermogen om te focussen verbetert en het helpt om problemen op te lossen en complexe situaties te begrijpen. Naast de fysieke voordelen zoals een lager cholesterolgehalte en een boost voor het immuunsysteem, verlicht sky bij angst en nemen positieve emoties en het gevoel van welzijn toe. Zelfs al na de allereerste beoefening van sky-ademhaling is een significante toename van het gelukshormoon prolactin waar te nemen. Het is bekend dat emotionele balans direct gekoppeld is aan productiviteit, concentratie, het vermogen om te leren en succes. De voordelen van sky-ademhaling zijn voor iedere organisatie, bedrijf of familie duidelijk. Het leidt tot groei en bloei. In een wereld waar iedereen onder toenemende druk staat, heeft het regelmatig beoefenen van sky veel voordelen. Voor de staat van onze geest, ons lichaam en hoe we reageren op en omgaan met iedereen om ons heen.